zat met bedrogen ook, hè. Zij, mij altijd gezegd, ik word 100 jaar. En zij heeft me geflikt, ze is het niet geworden, hè. Maar ik denk toch wel dat ze het niet weet. Dat ze geen 100, dat ze zal denken, ik ben nou 200 geworden. Want ze toch een schone les aan dag gaat, denk ik. Ze is heel zacht ingeslapen en ja. Grote Madame, we beginnen er al met een cliché te zeggen. Klein van gestalte, maar heel groot van talent. En dat mogen we niet vergeten, dat mogen we ook niet vergeten. Een mooi leven. Ik herinner me de tijd van de Ancien Bazin, vroeger de 60er jaren. Dat was een geweldig opdrijf met allemaal bekende namen die wij nog weten. Charles Janssens, Co Flauw, noem maar op. En wat een fantastische collega. En ze genoot ook van het leven eigenlijk. Want in de casino's aan de kust zat ze altijd champagne te drinken in de bar. Hè. Dan ging we daarbij zitten en zeg, Yvonne, je zit weer op de goede plaats. Wat een fantastisch collega. Een heel grote artieste. En ze is een paar jaar geleden nog op een verjaardagsfeestje bij mij geweest. En daar heeft ze mij toegewenst. Ik hoop dat je zo oud en zo gelukkig mocht worden als ik. En ik ben daar volledig van plan. En daarmee kom ik er dank u wel zeggen. Ze was zelfs plezanter als wat, dus moet er niet verhogen. Hè. Nou, dat was tof. Het was altijd een kwinkslag, een lach. Een glasje champagne. Van taart tot taart, allee joh. Wij konden het heel goed vinden met elkaar. Haar opgewektheid en haar positivisme, dat is iets wat me altijd heel erg aangesproken heeft. Ja, dat is ongelooflijk wat Yvonne allemaal kon. Ze kon zingen, dansen. Er was een comedienne, maar ook een ernstige actrice. Ze kon echt zo wat alles. En ik herinner mij haar ook echt gewoon als een hele toffe madame, die als er een première was, die er ook altijd bij was en die zo wat tot de allerlaatste bleef. Dat is zo ongelooflijk. Ik ben een plakker, maar zij bleef nog een beetje langer.